Hey, hallo mensen. We zijn onderweg naar Motor Puro. We gaan vandaag met een aantal motoren de bossen rijden. We hebben er enorm veel zin in. De motoren worden al opgewarmd. Jean-Claude heeft al laten weten dat het allemaal goed zit. En dat het een tof idee is wat we gaan doen. Bart is al onderweg. Dus het lijkt eigenlijk gewoon aan niks te ontbreken. Ik rij nou door de bossen, dus het lijkt wel weer donker. Kijk, daar komt hij aan. Hupsakee. Zon schijnt. Vogeltjes fluiten. Het kan niet anders dan dit één groot succes gaat worden. Langzaam maar zeker drong het tot de Bastards door. Met deze motoren door de bossen rijden is helemaal nog niet zo makkelijk. Er zat niets anders op dan Jean-Claude maar te bellen. Hey, de Bastards! Ja, zijn je dus? Hey Jean-Claude, dat Hans. Zo, die jullie is er voor een herrie, man. Ja, joh, loop op assen, man! We hebben ze iets over geluid gezegd, niet normaal. Nou, zeg het eens. Ja, nou ja, goed. Wij zijn dus met een paar motoren in het zand gaan rijden, maar dat werkt niet hoor. Stelletje amateurs, jongen, jongen. Nou, kom maar hier naartoe, want dan regelen we hier wel wat. Nu? Ja, nu. Nou, oké, tot zo. Er zat dus niets anders op dan de zandavonturen voorlopig even een halt toe te roepen. Benieuwd wat Jean-Claude nu weer voor hen in petto had, begonnen de Bastards hun reis naar Assen. En zo keerde de rust weder in de bossen. Voor nu. You know what?